go, go! Let's do this. En de tussengamers onder de tocht, welkom terug bij een nieuwe Wolfenstein 2. We gaan verder waar we waren. We waren in de U-boot en we kwamen erachter de nazi's vorige zaten in een geheime kamer in de U-boot. En wat de laser crash weer. William, you have to find the transmitter and shut it down, or the depth charges will rupture our hull. Alla, hij is verbeterd. Dan dit deel 3. We've made a mistake. On the floor plan, section F just looks like a little laundry room. We looked for it when we first searched the U-boat after you captured it, but we didn't see the entrance door. And with all the things we were worrying about back then, I suppose we didn't bother looking too closely. But now I've re-examined the floor plan and there's a reference to a completely different document. The engineering map of section F. I'll report back as soon as I find it. Okay. Oh, en ik ben vergeten mijn timer aan te zetten, dus ik weet niet hoe lang de aflevering gaat worden, maar ik denk dat ik gewoon dit stuk uitspel. We hebben nog steeds geen voorwiel, maar we zijn in principe nog steeds gewond, maar we kunnen lopen tot de pak die we hebben. Ja, dat ging niet helemaal zoals wel. Ik kwam sluipen, maar... Dit was niet helemaal de bedoeling. Zo, blaas zichzelf op. Oké. We hebben hier nog wat dingen. Houd dat op. Laat je kop eens zien. En dat wapen nog steeds wel nodig. William, I found the engineering map. Ballast tank, nuclear warhead stockpile. Oh my god. Section F stretches along the entire hull of the U-boat and we're on the biggest U-boat in the world, so this section is gigantic. Some of it must serve as the main ballast tank or something because it's a massive volume. Be careful, William. No telling how many Nazis could be hiding in there. Ja, kan je nagaan. Dit stuk is zo groot. Vol met nazi's. Connection to team has been lost. Ja, dat maakt niet uit, dadelijk wel. Oh. Loop een beetje onder water dit. Ja, ik heb dit spel zo gespeeld voor mezelf. Dus ik weet wel William, wat.
Those Nazis have been surviving in there ever since you captured the U-boat 5 months ago. They must be starving and desperate. Stay safe, darling. Sind primitive Gottlieb. Ihre Gehirne sind ziemlich klein, ungefähr so wie Tennisbälle. Okay, aggressive moment, aber ich krieg mal eine Detektion. Was ist das? Wenn ihr was das ist, kann dann auch nichts sein, du Mensch. Maar het spel doet een beetje. Ja, daar kom ik volgende keer wel op. Ik weet niet wat het is. Nou. I took a closer look at the stockpile of nuclear warheads in Section F. According to the engineering map, there's dozens of warheads in there. Let's hope the Nazis haven't tampered with them. Is your best. Your grace. Well, that would be the name of the day. Oh, meat. Kein. Brauch richtiges Essen. Gott. Halt durch, mein Freund. Ich lade den Kaiser in Berlin zu einem Kotelett ein, wenn uns das Mikrofon ausholt. Oh, danke, Julius. Du weißt, was mich aufmuntert. Bleib stark, Meinert. Wir haben so lange durchgehalten. Wir schaffen das. Wir sind U-Boot-Fahrer. Uns kann man nicht brechen. Radio room ahead. Gotta find a way in. Maar die is dicht. Ow. Thank you, William. The Ausmelz is losing track of us now. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Okay. Whoa, what the? Fuck. De game die gaat helemaal flipt hem helemaal. Eenmaal met geduld hoor mensen. Zo, ik weet niet wat er aan de hand is. Even gauw wat doen we. Light changes. Ja, sorry dat ik de beeld nu jullie mijn bureau belaten. Maakt het er niet uit.
En dan doen we opnieuw apply changes. Even kijken dat dit helpt. Zo. Ik weet niet wat er aan de hand is met het spel hoor. Thank you, William. The Housemaster is losing track of us now. Well, I liked him. Ja, connection to Steam is been lost. We gaan dan. Want hij staat natuurlijk op het allerhoogst. We gaan hem even iets lager zetten. Want ik. Mijn computer die heeft er even. Ineens moeite mee. Yes. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Voor mij is hij nou weer normaal. Ik weet niet wat dat was. Nou, nog niet helemaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga kijken of ik dat kan fixen de volgende keer, mensen. Want ik had van de kel moeite met Wolfenstein op te spuiten. Dus. Thank you, William. Terwijl ik ook een fix. Ik denk dat ik wel weet hoe het moet. Maar. Find your way back to the locker room. De volgende keer met een nieuwe lucht maar ook mee. Waar moet hij weg zien te komen? Door de lokken. Top. Darling, take
take as much time as you need, but at some point, can you please go see Sid at his workshop so he can check up on you? I worry about your health. And I better eat something before I pass out. Sid. Oh. He knows as well as I do what I got he can't cure. Maar mensen van Dus Gamers 180, dat zien jullie de volgende keer bij een nieuwe video van Wolfenstein. Sorry voor de laatste tekstjes. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar ik heb wat dingen aangepast. Maar hopelijk ik denk dat ik de volgende keer dat fix. Vergeet natuurlijk niet te liken en abonneren. En tot de volgende keer bij een nieuwe Wolfenstein. Later.